Dit zijn Anjolien en Denise. Ze zijn al 30 jaar samen. Denise heeft de ziekte van Crohn. Voor het stel is de hulp van Buurtzorg Nederland onmisbaar. Ik kreeg ineens steunkousen die ze nodig had. Nou, ik kreeg ze niet aan. Dus ja, dan moet je toch de vakmensen inroepen. Hè? Zou jij zonder buurtzorg nog thuis kunnen wonen? Als er geen zorg was? Nee. Anjolien en Denise zijn dus maar wat blij dat mensen als Gerda, als verpleegkundige, bij hun langs kunnen komen. Dankjewel. Alsjeblieft. Maar hoe gaan we in Nederland om met dit soort zorgbehoeften? We vragen het Bart de Jager, die zich als projectleider van het Talma-lectoraat aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden bezighoudt met innovaties in zorg en welzijn. Door de thuiszorg in te zetten als organisaties, en er zijn allerlei verschillende verschijningsvormen van die thuiszorgorganisaties. Ik ken bijvoorbeeld zelf vanuit mijn eigen achtergrond een situatie waarin zorginstellingen onder de kostprijs gingen aanbesteden. Ja, dat is niet zo heel slim als je denkt aan de continuïteit van zo'n organisatie op lange termijn. Dus en dat is nu recent ook gebeurd, dat bedrijven onder de kostprijs worden gedwongen aan te besteden en dat dan ook doen met alle gevolgen van dien. Dus het heeft, ja, een beetje met de strategie van de organisatie te maken en met de bedrijfsvoering. Buurtzorg Nederland gaat anders te werk dan de meeste thuiszorgorganisaties. Ze maken geen gebruik van managers en hebben dus minder overhead. Wij werken met kleine zelfsturende teams van verschil tussen 8 en 12 mensen. Bepaalde opdrachten krijgen wij vanuit Almelo, waar de hoofdkantoor zit, waar we aan moeten voldoen. En de rest kunnen wij binnen ons team zelf organiseren. Of moeten we ook zelf organiseren. Voorheen werkte Gerda bij een andere thuiszorgorganisatie. En ze merkte voordelen van zo te werk gaan. Voor mij is het grootste verschil de draagkracht. Hier werken wij met een klein team en iedereen kan alles eigenlijk doen. Dus je doet het ook echt samen. En bij de vorige organisatie was ik wijkverpleegkundige en is de organisatiestructuur anders ingedeeld. Ik was de hele dag bezig met administratieve werkzaamheden, maar ook het oplossen van problemen van het team en van cliënten. En ik ben nu gewoon weer bezig met zorgen voor de cliënt en wat voor hem of haar belangrijk is. Anjolien en Denise kozen heel bewust voor buurtzorg. De buurtzorg kwam ook bij mijn moeder. Mijn moeder hebben wij 5 jaar lang intensief verzorgd. Die is bijna 97 geworden. Dus dat was een mooie leeftijd. We hadden daar eerst thuiszorg, Zuidwest-Friesland. En daar kwamen verschrikkelijk veel verschillende mensen om de deur. Elke dag waren het andere, dus dat ergerde ons wat. Want je kunt geen band opbouwen. En B, er was één verpleegkundige die mijn moeder nogal eens onder de douche liet zitten en dan rustig ging bellen. En dat heeft mij echt geërgerd. Daar heeft mijn moeder zelf nog wat van gezegd. Dat was dus nog best assertief. Maar dat hielp niks. Als de telefoon ging, mevrouw Koreman, u moet even wachten. En dan ging ze even rustig bellen. En ja, ik moet een team aansturen, het spijt me. Nou, dat doe je niet met iemand van 2,93. Die laat je niet in een douchecel alleen met een handdoekje zitten te bibberen. De buurtzorg werkt met een ander systeem om de tijd per cliënt te verantwoorden. Zij werken echt wel met een kloksysteem en dat doen wij ook wel, maar achteraf. Wij werken natuurlijk ook met kwartiertjes en half uurtjes. Alleen, ik heb het idee dat zij daar altijd heel erg op gefocust zijn. En klokken zij ook niet op tijd uit, dan moet je weer verantwoording afleggen aan de managers. Waarom ben je daar langer? En dat hoeven wij niet. En ik ben de ene keer misschien eens daar wat langer en de andere keer daar wat langer. Maar ik heb niet de druk achter mij dat iemand dat gaat controleren. Als ik daar langer ben, dan heb ik dat blijkbaar nodig, die tijd. Maar wat betekent de aanpak van de buurtzorg voor de kosten van verpleging aan huis? Dat je businessmodel, je bedrijfsmodel, ja, als daar veel overhead in zit en veel indirecte kosten oplevert, ja, dan gaat dat ten koste van directe zorg. Dat is heel simpel. Dus ik vermoed dat buurtzorg gewoon die indirecte kosten, heel erg in de hand houdt en heel erg beperkt houdt. Dus is er ruimte voor zorg. Naast minder overhead zijn de kosten volgens Gerda ook lager om andere redenen. Door verzorgenden wordt bijvoorbeeld in de vorige organisatie gesignaleerd dat er medicijnen niet worden ingenomen op verkeerde tijdstippen. En dan automatisch worden dingen vaak overgenomen. Hè? Wij hebben met ons zorghart
ga vervolgens 2 keer daags langs om die medicijnen te geven. Wat wij bij buurtzorg doen is te kijken van hoe kunnen we die mensen toch zelfstandig houden. Dat ze zelf de medicijnen op die 2 tijdstippen per dag in kunnen nemen. Dan hebben we bijvoorbeeld eerst de 1 of 2 weken waar we zeer maximaal inzetten om ze te laten wennen aan de nieuwe situatie. En vervolgens gaan wij weer uit beeld. En dan betaalt dat zich wel terug. Dan 15 jaar lang 2 keer daags langs te gaan voor medicijnen. Maar zijn er dan ook nadelen aan de werkwijze van de buurtzorg? Je moet alles zelf oplossen. Wij zoeken ons eigen personeel ook uit. Binnen de thuiszorg gebeurde dat niet. Of tenminste was je daar wel bij, maar niet gezamenlijk als team. Als het niet klikt, dan moet je het ook zelf oplossen. En dan zit je wel met een probleem. Als er een samenwerkingsprobleem is, kan ik me voorstellen dat dat lastig is in een zelfsturend team. Want dan moet je wel echt goed met elkaar overweg kunnen. Gerda haalt in ieder geval veel voldoening uit haar werk. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Bij de buurtzorg, sinds ik hier ben komen werken in september, ben ik helemaal opgeleefd. Buurtzorg is eerst buurten en dan en de zorg. Je komt dan. Maar je moet ruimte hebben om met elkaar even te buurten. Want het is heel leuk als je een verpleegkundige hebt die hier aan de deur komt. En je lacht als ze weer weggaan, loop je met elkaar te lachen en te gniffelen buiten. Ik bedoel, dat is toch zalig. We proberen 's avonds met een lach naar bed te gaan, maar je probeert ook 's morgens weer met een lach op te staan. Hè?